ben Suus. Ik heb mijn eigen label Scent. Ik heb zo'n 2 jaar geleden de opleiding cursus tassen maken bij Mrs. Rosehip gedaan. En wat ik daar eigenlijk heb geleerd, ik heb privéles gehad. En dat kan ik zeer aanraden als je een tas in je hoofd hebt en in een relatief korte tijd op een efficiënte manier je ontwerp wil realiseren. Want Roos die kan je alle technieken leren, zodat je uiteindelijk je eigen tas kan maken. Ik had een heel specifiek tasje in mijn hoofd, want ik heb een hekel aan damestassen. En ik wou ook geen grote rugzak. En ik had zoiets al een paar jaar in mijn hoofd zitten, dat heb ik helemaal getekend. Dus ja, de beste manier om dat op een efficiënte manier uit te voeren was door privéles te krijgen van Roos. En die heeft mij helemaal eigenlijk alle stappen geleerd, zodat ik dat tasje helemaal kon perfectioneren. Het kwam vandaan dat ik altijd al creatieve dingen deed. En ik had een opa die maakte fietstassen en fietszadels. En de andere opa kleermaker. Maar ik had nooit dat vak geleerd en ik was op zoek naar van waar kan ik dat nou leren. En toen ben ik gaan googlen en dat was allemaal moeilijk en ver weg. En in één keer vond ik cursus tassen maken in Den Haag. Dus ik heb me eigenlijk gewoon direct aangemeld. Kenmerkend voor mijn ontwerp is een tasje wat dus niet een damesachtige tas is. Ik wou een tas waar ik mijn hond mee kan uitlaten en net mijn paar dingen die je nodig hebt meenemen, geen zware tas. En ja, en het moet er gewoon leuk uitzien. Ik heb een aantal tassen die liggen in 2 winkels en daar maak ik dus wel van tevoren gewoon iets wat ik mooi vind en dan zien we wel wie dat wil kopen. Maar hoofdzakelijk doe ik eigenlijk inderdaad, iemand vraagt van ik wil een tasje en dan ga ik kijken van wat past bij jou. Dus ik kijk of ik zie iemand in het echt en dan gaan we samen kijken wat er past. En uiteindelijk wordt het eigenlijk meestal een tas wat gewoon de persoonlijkheid van diegene weergeeft. Wat ik nu aan het maken ben, dat ben ik voor iemand aan het maken die ik een paar weken geleden zag fietsen. En dan zie ik haar fietsen en dan denk ik al van, ze is of zo'n tasje, dat zou bij jou passen. En nou, een paar weken later zag ik dat ze mij dan op Instagram was gaan volgen. En toen kreeg ik een verzoekje van wil je een tasje maken? Toen dacht ik, ja dat wist ik eigenlijk al. Dus dat is hartstikke leuk. Als je bij Roos een opleiding doet, bij cursus tassen maken, het verschil is dat je in plaats van leuk een tasje knutselen, dat kunnen heel veel mensen, of je krijgt echt een professionele tas. En dat is eigenlijk het verschil.